Heel netjes daar, Paul de toch netjes bijgehouden. Team zelfs nog een derde paasje als hij dat boekje er niet even uitkijkt. Maar wij gaan dan weer naar race 2. En daarin heb ik Rens van de Zijn, dat is een Rens van de Kampen. Ik heb als Bram van de Kerk jaren gelacht, Robert van de Kruijl. Even kijken, 7 en 3 jaar later die daar het spoor trekt. 4-6 Bram van de Kerk erachteraan. 1, 2 en 3. 3, laatste 3 lijkt me zeker. De laatste 4 en 5, er wordt nog even knokken voor de laatste bocht, denk ik. De eerste 4 rijders is de finale. We hebben weer klaarstaan voor race 3. Het zijn rijders van 6 jaar inmiddels. Andy van Dattel, Indy Kool, Laura Paas, Jari de Haas, Quint Smits en Lim van Boksel. Wat is de goal bij Challenge Pit? Mooi voorsprongetje naar Rijksverlap. Bij te houden. Afgekomen. Even kijken. 78. 70 en Van Dattel. 4-38. Quint Smits past daar net in de plaats 2. Laura Paas, een mooie vierde plaats. De eerste 4 rijders voor deze is finale. Nog eventjes aanhalen daar. Kijken of we toch nog een plaatje kunnen winnen. Dan gaan wij naar de eigen klasse 7 jaar. Zeven rijders hier met Timo Wendo, Rens Burgraaf, Tien van Helpel, Frank van der Heuvel, Tien van de Wetering, Jannie van de Quarantijn van Holland. Drie rijders van Milan Torren daar worden afgevolgd nog door Bram Joden. Kijk, 7-21, die sluit het even af. Tuinen van Holland die pakt de vierde plaats nog even. Rijden afgesloten door Timo Wendouw. Mooi debuut. Maar wij kijken naar eigen klas 8 jaar. Met Carlo van Wijk, Tim van Doorn, Felix Otter, Jamie Smith, Koen de Wit en Gijs Adriaan. Maar toch met de aanmoedigingen van de zijkant natuurlijk. Maar Felix Otter heeft dat poortje al getrokken. Achtervolgend een jaar van Amazone. Tim Verdoren die daar derde positie gezet. Dus ik heb even niet gezien Jamie Smith of Koen de Wit die daar de vierde plaats pakt. Carlo van Wijk moet voor Manchester 2 en 3 nog even aanhalen om wel bij de eerste 4 rijders te komen om met de finale terecht te komen. Volgende race alweer aan de baan op 8 jaar. Mila Kool, Sico de Vaal, Tamara van Kampen, Klaas Schuurman, Lars de Keur en Tom van Boksel. Voor de paal die daar ooit trekt, in de 77 kracht aan Bart Schuurman. Ik dat Tom van Boksel daar als derde rijdt. Even brengen daar met z'n allen. Op plaats 4, 5 en 6. Onze kracht gedaan. We hebben nummers 1, 2 en 3. Volle bak, eigen klasse 9 jaar. Stijn Pijl, Kevin van den Burg, Nick Holmer, Jordi Paas, Roy van Doorn, Boris van Kessel, Henry Jans en Antoine Blanco. Waarbij, het is een beetje een tonnetje, maar Roy van Doorn die staat gewoon weer voorop. Maar krijgt nu toch wel concurrentie daar. Die 81, Boris van Kessel had ik denk ik niet verwacht. Antoine Blanco zit daar nog heel goed bij. Leuke groep dit.
allemaal aan elkaar gewaagd. Nick Hommel, die sluit het rijtje. Ook een nieuwe rijder van het Tiel. Gaan we veel van zien. Hij is klas 9 jaar, race 8 inmiddels. Met Jochem van Aardewijk, Rick van der A, Sven van Baan, Maaike Drent, Bob Smit, Lars van der Haten en Menno Moor. Dit is Lars van der Haten via de volgende trek. Laatste 2-3 mogen trek van Bob Smit. Er zit daar Zoekertje bij, denk ik, Erik van der Aars. Maaike Drent die sluit mee aan. Deze heren zijn ook de eerste 4 rijders naar de finale. Dus zit je nu net erbuiten, heb je nog natuurlijk nog 2 kansen. Dan gaan wij naar de rijders van het 10 jaar. Deze heren zijn in de Mandjes Game finale. Pepe Bijsel, Goede van Eten, de Tristan van den Brink. Myron Wagenman, mooie naam. En Bart Adriaan. Bart Adriaan die hier naar voren rijdt. Dan Pep Buijs moet erachteraan, wordt gevolgd door Ruben van Eekeren. Maar van Wagenmans plaats 4. Rutte van de Brink plaats 5. Dames, eigen klasse 9 en 10 jaar. En de dames van het evenement op Britt Koeman, Demi Jansen en Rosa Kok. Even kijken of het tegenstel mogelijk Britt Koeman van Evelien. Vindt dat die samen voorop gaan. Er wordt nog een gevechtje met plaats 3 en 4 tussen Demi en Rosa. Kijk of Rosa nog om door te steken, maar die laat het schieten daar. Mooi gereden. Race 11, eigen klas 11. Het rollen van Toor. Het Marnix van Aalbeek, Stefan van Dutten, Jason Wil, Koen Dorrevoet en Henry van der Been. Koen Dolderfoet die daar voorbij komt. Eerst Kevin van Dutten erachteraan. En Marnix van Aalbeek plaats 3. Hij wordt daar mooi onder doorgestoken daar. Kijk of hij nog terug kan pakken in die laatste bocht. Heel mooi tactisch gereden daar. Dat is hem wel. Deze heeft een eigen klasse 12 jaar ook met Jeroen van de Wielse baan met 4, Erik Boven van de Wielse stappen. Wielse stappen die daar vooruit rijdt, maar hij krijgt absoluut concurrentie daar. Kijk het mooie. Kijk, er zijn nog een hele mooie move erachteraan. Eerst die jump en dan nog de bokkort afsnijden. Heel mooi gedaan. Meisje 36 met Jan Reactor van de CDO en Lotte van Zandvoort. Deze dames alleen Mandjes geen finale. De regisseur is Kieper met André Jacob. Romy Otto, Demi van Bergen, Kanko van de Heuvel. En die staat door. André Jacob die gaat achterop. Ja, deze is natuurlijk de volgende week, dus eigen klas 13 maart 20 plus dan.